Ik ben Helma van de Wild. Ik ben zelfstandig bureaurecruiter. Mijn bedrijfje heet Prikwerk in Mode. En als recruiter bemiddel ik voor de moderetail. Ik heb altijd veel van wat ik verdiende weer in mijn bedrijfje gestopt. Hè, om mijn netwerk op peil te houden en contacten. En ik dacht op een gegeven moment, nou ga ik het echt weer eens echt in mezelf investeren. Het zou ook heel fijn zijn naar mijn opdrachtgevers toe als ik wat bredere diensten zou kunnen aanbieden voor de toekomst. Met die gedachte ben ik eigenlijk begonnen. En ik moet zeggen, het bevalt heel erg goed, omdat je kan eigenlijk je opleiding helemaal zelf vormen. Dat ervaarde ik eerst best wel een beetje als een uitdaging, dat ik dacht, ja, krijg ik dat allemaal wel in mijn eentje voor elkaar. Maar dat gaat eigenlijk heel erg goed, omdat de groep docenten, ja, vanaf het begin ook eigenlijk al mee zijn gegaan. Dus ze kennen je situatie en hebben zich daar ook heel erg in verdiept, in die moderetail. Dus ik heb daar heel veel steun aan. Na de P-fase heb ik de module gedaan verandermanagement. Nou, een hele fijne module. Ik werk in de retail en als iets op dit moment onstabiel is, onrustig is, dan is het wel de retail. En toen ben ik eigenlijk steeds gaan kiezen voor modules die daar weer op aansloten. Dus de tweede module was matching in de 21ste eeuw. En vanuit die module van matching heb ik vooral geleerd om naast mijn recruitmentactiviteiten ook mee te denken aan vernieuwende HR-innovaties. Dat was ook weer heel erg interessant. Vervolgens heb ik een kwalitatief onderzoek gedaan eigenlijk naar een arbeids- en werkplatform. Vraag en aanbod kunnen via platforms zich veel sneller vinden en goedkoper vinden dan dat ik dat kan voor mijn opdrachtgevers. Dus ik ben daar heel erg in gaan kijken van, ja, wat kan ik daarmee? En ook dat onderzoek gedaan om gewoon eens aan platformwerkers te vragen van, hoe ervaar je nou de kwaliteit van het werken via een platform? Nou, heel, heel interessant om daarmee aan de slag te gaan. Onderzoek is echt een verplichte module en daar zit dan ook Engels bij. Engels is dan ook een verplicht vak. En HR Analytics, dat is één module, dat moet. Maar de rest kun je eigenlijk helemaal zelf samenstellen. Ja, dat vind ik echt heel fijn.